Ja, we planten vandaag in het donker, dus het aanplantingsplan. We gaan het proberen simpel te houden, maar toch om een beetje rekening te houden met de voorkeuren van de verschillende boomsoorten. Dit is wel de kers, een boomsoort, dus die mag centraal in het veld geplant worden. We staan hier op een perceel langs de Schelde in Oudenaarde. En als je rondom jou kijkt, dan zie je hier en daar lichtjes. Je ziet donkere schimmen, je hoort het geluid van spades. We zijn hier namelijk met BosPlus en tientallen vrijwilligers aanwezig vannacht om boompjes te planten zonder vergunning, een illegale bosplanting. We zijn hier al eens gepasseerd in het verleden. Dag op dag, 11 jaar geleden, zijn we met BosPlus een gelijkaardige actie komen voeren, een illegale bebossing. Toen was de boodschap eigenlijk gericht aan de toenmalige minister Joke Schouwvliegen, omwille van het feit dat zij gewoon geen bosbeleid voerde en dat willen we toen aan de kaak stellen. Vandaag ligt de situatie een stukje anders, wat meer genuanceerd. Vandaag hebben we een minister, Zuhal-Demir, die eigenlijk hard aan de kar trekt om bosuitbreiding te realiseren. En samen met een aantal andere organisaties, waaronder BosPlus, wordt er goed werk op het terrein verricht. Je ziet dat de bosuitbreiding vooruit gaat. Er is ongeveer 600 hectare netto bos bijgekomen. Maar we zitten nog lang niet op die kruissnelheid die nodig is om de 4000 hectare die eigenlijk tijdens deze legislatuur moest gerealiseerd worden, om die uit te voeren. En daarom is het zo frustrerend om vast te stellen dat een aantal andere Vlaamse administraties, waaronder de Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van dit perceel, dat die eigenlijk grootgrondbezitter zijn, waaronder ze heel veel gronden hebben die in groene bestemmingen liggen. Dat gaat om, in totaal hebben wij ingeschat, 2000 hectare grond, waarvan de Vlaamse Waterweg ongeveer 700 hectare in eigendom heeft. Die kunnen in principe vrij makkelijk bebost worden. Maar de bereidheid om dat te doen is gewoon onbestaande. Van die 2000 hectare is op dit moment naar schatting 20 hectare vrijgegeven voor bebossing. Dus 1%. Dat is natuurlijk veel te weinig. En met deze actie willen wij dat aanklagen. Specifiek aan dit perceel in Oudenaarde is het ook nog goed om te weten dat ook de stad Oudenaarde totaal geen vragende partij is dat hier iets anders mee zou gebeuren. Zij willen hier eigenlijk een landschapspark van maken. Dus plaats maken voor natuur, voor de bewoners van Oudenaarde en voor de biodiversiteit. En toch blijft de Vlaamse Waterweg zich daar tegen verzetten. Dus lokaal, nog boven lokaal, is er draagvlak voor de plannen die de Vlaamse Waterweg heeft. We stellen vast dat dit perceel gewoon blijft liggen, ongebruikt blijft en eigenlijk perfect mee zou kunnen ingeschreven worden in het verhaal van de bosuitbreiding. En daartegen voeren wij actie. Het was stevig plantwerk, veel stenen in de grond, hier en daar een stukje heel kleiig. Maar ja, we hopen dat de bomen zich hier toch thuis gaan voelen en vooral dat ze hier echt kunnen blijven staan. Morgen worden we hier wakker met een nieuw stukje bos en we hopen dat dat echt is, een bosje om te blijven.